Huip en ik hebben in het verleden heel veel gesprekken gevoerd over de digitale werkplek. Een van de onderwerpen die stevig terugkomt is topic security. Ik ben Joris Adriaanse, Business Development Manager bij Fondo. Bij mij is Huip Dijkstra van VMware. Huip, hoe zijn de gesprekken bij jouw klanten over dit onderwerp? Ja, we zien dat de dreiging steeds groter wordt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ransomware, is dat we sinds 2015 zien dat er 15 keer vaker ransomware incidenten zijn. En dat meer dan de helft van de incidenten, de klant of de organisatie, het pas na maanden doorheeft dat er iets mis is in hun netwerk. En vaak is dan het trigger moment, dus dan het kritieke moment al daar. En zien we dat maar een kwart denkt voldoende beveiligd te zijn voor een ransomware attack door middel van hun antivirus. Dus. Ja, helaas zien we dat ook de laatste tijd veel terug in de media. Grote zorginstellingen of overheidsinstellingen die toch dachten het goed op orde te hebben, die slachtoffer zijn geworden en daar significante problemen aan hebben ondervonden. Hoe kijkt VMware hier tegen om een bijdrage aan te bieden om dit soort dingen te voorkomen? We zien bijvoorbeeld dat bij traditionele security software dat er ingegrepen wordt op basis van definities. Hè. Die worden gesynchroniseerd vanuit de cloud en daarbij wordt er gecheckt op file-based niveau of op signature van files. Maar dat is best wel asynchroon. Hè. Je moet wel altijd zorgen dat je netjes de laatste definities hebt. Plus die agent moet al het werk doen. En het checkt eigenlijk alleen maar files. Dus het is alleen maar voor known malware. Als die malware wordt aangepast, heb je een grote kans dat het ook nog weer door je security heen slipt. Dus dat is denk ik even het eerste wat regelmatig misgaat. Een tussenstap zie je dat we al met intelligentere methodieken aan de slag gaan, maar met dezelfde techniek. Dus nog steeds op file-based en signature-based. Maar dan gaan we met machine learning kijken van, kunnen wij dezelfde technieken weer in nieuwe files terugherkennen. En eigenlijk zie je dat de volgende generatie antivirusproducten, dat die niet meer kijken naar alleen één file op één machine, maar naar meerdere machines tegelijk. En naar meerdere tools, technieken en procedures. Is Carbon Black voor VMware dan die volgende generatie security software? Ja, Carbon Black is cloud-based. Vanuit de cloud doen we aan machine learning. En gaan we met algoritmes trends detecteren op events en op known malware en op al die ontwikkelingen. We helpen daarmee klanten om het risico inzichtelijk te maken en om een overzicht te creëren. We helpen om te beveiligen tegen malware en tegen non-malware. En we helpen bij het opsporen en reageren van cyberaanvallen. Huip, dankjewel voor deze informatie. In de volgende video gaan we verder over hoe Carbon Black detecteert en de integratie samen met World Trade Fund.